Deze samenvatting wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Vier punten heeft RKC. Heracles heeft er 12. Er zitten meer punten dan plekken tussen. Want Heracles is 15e momenteel. RKC hekken sluiten. En hij maakt zijn debuut in het betaalde voetbal. 23 jaar, geboren in Woudbrugge. Joey Kesting. Door ziekte bij Jeroen Houwe en een blessure bij Van Os kiept hij vandaag voor het eerst voor RKC. Bruin! Kans voor Heracles. Niet de eerste echte serieuze redding voor Kesting. Bruin doet het helemaal zelf. Het scheelt bijzonder weinig. Margaret. Met een beetje kluts en een beetje geluk komt er wel een kans. En het schot van Margaret is lastig. De Keizer krijgt er een hand achter. Doelgericht. Margaret. Mesic. Bruin. Talvietje. Benita, die heeft het veld goed breed gehouden. Dan moet er een keer een goede voorzet volgen. De keersmaker en de eerste redding van Kesting is een prima redding. Verwerkt die inzet, met stuit, prima. Er is een beetje smeerolie nodig om deze wedstrijd los te wrikken. Er kan wel wat meer getoverd worden. Bart Tienes, die door absentie van keuze 1 en 2 onder de lat als derde doelman op de bank zit. Heerlijke opening weer van de keersmaker. Nu is de voorzet ook goed en dan moet hij erin. Dan gaat hij erin. Kolenovic. Complimenten voor de aanvoerder. En ook Roosken wordt bejubeld en Kolenovic. Dit is een fraaie drietrapsraket waarbij Heracles op voorsprong komt. Heerlijk. De opening van de keersmaker. Niet voor het eerst dat hij een van beide backs aan het werk zet. Deze van Roosken is panklaar op het hoofd van Kolenovic. En natuurlijk controleert de VAR nog alles. Of raakt Engels de bal dan nog met zijn arm? En je moet alles nagaan. Want dan is het contact minimaal. 1-0 Heracles. Bal gebroken. Roosken. Eentje panklaar afgeleverd. Deze is voor Van Eijma. Wordt er alweer genomen. Die draait bijna binnen. Kesting. Bijna verrast door Engels. Die wil zich bij zijn debuut in het betaalde voetbal niet op deze wijze laten verschalken. Van de Water. Mesic laat zich niet verrassen. Dat was een flitsende aanval van RKC. Met verrassing, met vernuft. Dat vernuft zit er vooral in het balletje achter het standbeen. Cleonice. Vers van de pers. Cleonice. Zawada. Van der Venne. Er is alle tijd voor. Zoveel gebeurt er niet op het veld. Wouters. Onder gedaan van de Loo. En dan is daar Van de Venne. En natuurlijk is het dan gelijk raak. Want als er iets is dat Richard van de Venne goed kan, is het scoren. Weet zo goed waar het doel is, waardoor hij daar niet meer over na hoeft te denken als die bal panoes voor zijn voeten valt. En dan krult hij hem keurig binnen. De talisman van RKC met 1-1.
hebben het. Heracles is de kluts even kwijt. En nu kan het winnen van de Ven. Het gaat winnen van de Ven. En nu staat hij op de keizer. En deze kans was nog groter dan die van net. Goeie bal en daar is het geweldig, de keizer zeg. Die zijn been laat hangen en daarmee de eerste Eredivisie goal van Zawada voorkomt. Cleonice, Okili. Volgende dot van een kans voor RKC. Bij Horenkamp. Kulenovic legt hem klaar voor het zand en die vuurt hem recht op Kesting af. Zo nadrukkelijk op zoek naar zijn eerste doelpunt, Shiloh het zand. Hard, maar heerlijk voor een keeper. RKC heeft zich echt knap in de wedstrijd geknokt. Roosken glipte hier goed langs. Roosken beproeft zijn eigen geluk. De keersmaker. Heerlijke bal van de keersmaker. En Podgorianu komt niet vol in contact met de bal. Dat ligt volgens de Israëliër aan iemand van RKC. Er zit Lelieveld er ook nog bij. Raakt die de bal wel met de arm? Ik denk dat je hier volgens de regels Van der Eyck naar moet laten kijken. En Martens laat Van der Eyck dus kijken. Hensbal van de tegenwoordige voetbaltijd. Zo zou je het kunnen betitelen. Hij slaat hem echt niet bewust terug, maar hij maakt zijn lichaam groter. En dus gaat de bal op de stip. Horenkamp. Feilloos. 2-1. Ik denk dat de fans nu ook bedankt worden door Heracles dat zij ze weer in de wedstrijd hebben geholpen, gezien het gebaar van het hele elftal bij het juichen. Kulenovic pikt op, dan is het 3 tegen 2. Is deze paas van Kulenovic wat aan de zachte kant? Maar kan Podgorianu het nog redden? Is hier alsnog de kans voor Kulenovic? Vraag niet hoe. Okili zoeft langs de kruising. Cleonice. Daar is de kans voor Zawada. Maar die blijft doelpuntloos in de Eredivisie. En heeft nu echt vanavond twee gigantische kansen onbenut gelaten. Keersmaker krijgt hem zo in zijn voeten. Goeie lichaamsschijnbeweging. De keersmaker, het zand. Ook hij blijft op nul staan. En dus blijft het hier nog spannend. Yataren draait hem gewoon maar in. Benita brengt RKC weer terug in leven en daar is hij dan! Daar is hij dan! En je kunt het niet onverdiend noemen. De 2-2 van RKC en driemaal scheefrecht is blijkbaar ook een spreekwoord in Polen. En je zou het enigszins gerechtigheid kunnen noemen. RKC pakt voor het eerst dit seizoen een punt in een uitwedstrijd. En dat doen ze dankzij een verdienstelijke tweede helft tegen Heracles.